was 2018 en ik was net afgestudeerd. En wat doe je als je klaar bent met je studie? Ik ging even goed mijn kast en mijn bureau opruimen. Na een uurtje hard werken, wat kwam ik tegen? Een hele grote stapel papier. En in plaats van dat meteen klakkeloos weg te gooien, besloot ik er even om naar te kijken. Want het leek me toch best wel zonde om dat meteen de papierbak in te gooien. Vanwege duurzaamheidsaspect, maar ook vanwege een stukje nostalgie. Nou ja, toen ik er dus even afstand van nam en naar keek, toen kreeg ik ineens een ingeving. Want ik zag dat heel veel van het papier dus maar aan één kant bedrukt was. En als fan van papieren notitieboeken viel voor mij daar een kwartje. Dus ik ben toen diezelfde week nog naar een lokale printshop in Houten gegaan. Ik zeg, nou, ik wil hier graag een notitieboek van maken. En waar ik dus heel veel enthousiasme had verwacht aan de andere kant, keken ze me een beetje glazig aan. Na een beetje uitleg gaven ze me zelfs nog het vriendelijk advies. Ja, maar jongen, bij de Action kan je veel goedkoper een schriftje kopen hoor, dan als je dat hierin laat binden. Ik zeg, nou ja, bedankt voor het advies, maar doe toch maar en maak er meteen maar 4 als je toch bezig bent. Na die eerste paar pilotboekjes die we gemaakt hadden bij de printshop, ben ik eerst gaan testen in mijn omgeving of mensen hierop zaten te wachten. En nou, wat bleek, mensen waren super enthousiast. Dus dat was voor mij een bevestiging van, hey, we kunnen hier meer van maken. Dus dan ga je nadenken, hoe gaan we die boekjes laten produceren? Want nou, één ding waar de mensen in de printshop wel gelijk mee hadden, was daar een beetje duur om op de lange termijn mee door te gaan. Toen moest ik terugdenken aan mijn tijd bij Enactus, waar ik ook veel mooie ondernemingen heb gezien die samenwerken met sociale werkplaatsen. En waar daar ook weer een stukje waarde wordt gecreëerd en waar talenten van mensen worden benut. Dus op een middag dacht ik, nou, ik loop gewoon binnen bij een locatie van Reynaerde. En ik stapte af op een begeleidster. En ik vroeg, nou, dit is het boekje. Is dat iets voor de cliënten hier? Zouden ze dat leuk vinden? En nou, ze antwoordde, geen idee, maar laten we het proberen. En toen zijn we gewoon 1 voor 1 alle cliënten daar een boekje gaan maken. Om te kijken of ze het konden, of ze het leuk vonden, of ze het betekenis konden ervaren. En na een middagje proefdraaien hebben we aan iedereen gevraagd van, hey, Jerry, lijkt het je leuk om dit vaker te doen? Ja, lijkt me wel leuk. En zo stemde iedereen, ja, instemmend ja. Iedereen wilde ermee doorgaan. En dat is het begin geweest van onze samenwerking met de sociale werkplaatsen. En sindsdien, bij elke werkplaats waar we komen, houden we dit middagje proefdraaien er ook in. Om echt ervoor te zorgen dat de mensen die de boekjes maken het ook echt leuk vinden om te doen. Nou, en op een gegeven moment merk je het concept slaat aan. We hebben een werkplaats waar boekjes worden gemaakt, er wordt papier ingezameld, mensen willen het ook nog eens kopen. En dan ga je nadenken, hoe kunnen we dit groter maken? Toen kwamen we erachter dat eigenlijk alles lokaal aanwezig is. Want we zamelen lokaal papier op bij basisscholen en we laten het bij sociale werkplaatsen inbinden. Dus in plaats van ergens in het midden van het land een grote productielocatie neer te zetten, dat helemaal te optimaliseren, daar papier naartoe te verzenden en dan weer door heel het land boekjes weer te verzenden naar klanten, besloten we om lokaal te groeien. En de droom is nu ook eigenlijk om door heel het land lokale ecosystemen neer te zetten, waar lokaal papier wordt ingezameld op de fiets, vervolgens gebracht naar een lokale sociale werkplaats en dan het liefst ook verkocht aan lokale mensen en bedrijven, zodat in het mooiste scenario al het papier dat ingezameld wordt in Utrecht, wordt ingebonden in Utrecht en vervolgens ook weer verkocht in Utrecht. En dan heb je echt een gesloten ecosysteem wat helemaal, ja, past volgens onze waarden en hoe wij kijken naar duurzaamheid. Als je eerste stappen wil maken op het gebied van duurzaamheid, dan zou ik eigenlijk zeggen, begin met kijken. Wat ik heb geleerd bij Green Side is, als je gewoon in je eigen omgeving begint met kijken en probeert om kansen te zien en potentieel te zien in plaats van afval of problemen, dan zal je merken dat je in het klein echt al dingen kan veranderen en aanpakken in je eigen omgeving.